Ja, echt. Maar oké, lieve vrienden, we gaan weer verder lopen. En mijn grote meid die ligt in de mand. Die ligt daar. Een hele goede middag, lieve vrienden. Zoals jullie zien, ben ik weer buiten met mijn meisjes. En het is even zien. 1 oktober, het is vrijdag en we leven om 14:21. Ja, ja. En ze zijn weer druk aan het werk. Of dat nog eens een keer. Ja. We lopen even statig aan die kant op. Maar er is er eentje en twee die er gaan trekken. Want er komt nog een hondje aan. Ja. En dan zijn ze nieuwsgierig. Maar ik vind dat leuker. Nou, omhoog, dames. Rijka omhoog. Rijka omhoog. Rijka omhoog. Nou, 1. Omhoog. Omhoog. Nee, omhoog. Goed zo. Ja, en daar zijn de heren dus druk doende. Weer gaat ze weg en dat mag niet. Rijka, omhoog. Ja, je moet toch zomaar de brug over. Ja, druk doende. Komt er netjes uit te zien, zo te zien. Kom. Kom. Voorkomen. Voorkomen. En wachten. Zo. Komt er nog een auto aan. Ja. Ja, echt. Maar oké, lieve vrienden, we gaan weer verder lopen. De brug over en dan die kant weer op, helemaal daar weer langs. Het regent ook af en toe, het miezet af en toe. Maar we gaan de pret niet drukken. We gaan gewoon gewoon door met volle moed. Thuis nog het een en het ander te doen, dus ja. Komt allemaal goed. Ik ben al met de was bezig geweest. Dus ja, lieve vrienden, geniet van jullie dag en geniet met ons mee. Lieve vrienden, ja. Het loopt alweer langzaam aan tegen de avond, want het is 17:31. En ik heb vanmiddag verder niet gefilmd, dan enkel buiten bij de gracht. Ja, maar ik ben druk boven bezig geweest, want ik heb deze week weer geen hulp, hè? Nee. Ik ben druk boven bezig geweest, even aan het schoonmaken geweest, stof wegnemen en gestofzogen en gedweilen. Ja, dat kon ik niet meer. Wel heb ik de trap even de vieze plekken weggehaald waar Kandolf iedere keer legt. Die laat, ja, vettigheid voor zijn huid. Laat hij erop leggen, weet ik wel wat het is. Maar het is smerig, het is bruin, vies, bam. Heb ik weggehaald en als hij bij wijze van spreken op de wasmachine legt, als ik er geen handdoek op heb, wordt die ook vies bruin. Dus ja, daar ga ik nou een handdoek op, kan je het wassen, weet je. Ik heb hier tot zover schoongemaakt. De kast is schoon, de televisiehoek is schoon, de bank is tot zover schoon. Enkel moet nog eventjes eigenlijk dat afzuigen. Maar zondag weer een dag. Dan denk ik, zondag? Morgen is zaterdag, ga je ook nog een dag. Ja, maar dan moet ik op verjaardag zitten. Dus dat gaat het dan niet worden. Nee.
Dan moet ik weg en ja, al daar mag ik ook niet vloggen, want dat willen ze daar niet. Maar ja, daar kan ik niks aan doen, daar heb ik respect voor. Ik doe het om hem, niet om haar. Ja. Maar oké, meer zeg ik er ook niet over. Nee. Maar ik heb het tafeltje hak van de week ook al een keer op zijn kop gehad en hij heeft de kruis schoongemaakt, zijn poot. Dat was eergisteren, heb ik dat helemaal gedaan. Eén keer in de zoveel tijd moet je dat gewoon ook even doen. Maar nu heb ik vandaag ook telefoon gekregen van Luc, die bij Miep werkt als, dat is mijn, hoe moet ik het zeggen, niet mijn manager, maar de manager, ja, contactpersoon, laat ik het zo maar even benoemen. Dan krijg ik andere week vrijdag een meneer over de vloer, een jongeman, Steven genoemd. Uit eigen ervaringen, wil ik niet mijn mannetje benoemen, want die wist het donders goed. Maar uit eigen ervaringen, ook mijn mannetje weet daarvan, want die leefde toen nog en dat was ook in de vorige straat. Hebben een buurman die verderop bij ons woonde, die werkte ook in de zorg. Maar die kon niet wringen. En we hadden toen parketvloer. Parket moet je niet nat verdwijlen, want dan gaat het naar zijn malle moer. Hij kon dus niet wringen. Ik zeg, ja, maar zo blijft het drijven, drijft nat. Dat kan je niet doen. Ja, maar dan doen we er even terpentine in, dat droogt het sneller. Wat? Terpentine? Gaat je hoofd of zo? Nou, nee dus. Dus ik heb voor hem lopen te wringen, omdat meneer dat niet kon. Nou ja, oké. Tot daar aan toe. Maar gelukkig was het maar één keer, want daarna kwam hij niet meer, want hij was invaller. Maar ja, ik hoop dat deze jongen het wel kan. Lekker bakje koffie erbij. En zo niet, nou ja, dan zal ik het hem eventjes leren. Ja. Het schijnt ook nog een jong gast te zijn, dus we zullen het beleven. Ja. Maar ja, ook mijn vloer is weer dus heel. De strijkbout heb ik er net opgeruimd. En het is deze. Ja, ik ben er weer blij mee. Je ziet het beton daar niet meer. Nee, en ik moet even terzijde tijd even een paar nieuwe dozen halen ermee. Zodat ook dat weer vervangen kan worden. Ja, dit dan. Dat dan. Dan moet ik hier naartoe. Hier gaat het kapot. Ik denk dat ik daar nog al een stukje voor heb. Maar hier gaat het ook een stukje kapot. En daar wordt het kaal. En bij de vuilnisbak wordt het kaal. Dus het is eigenlijk de hele loop eigenlijk. Wat lelijk is geworden. En voor de rest is alles. Ja, het is een beetje vuil. Ook door het weer. He, want ik heb in het zand gereden met mijn rollator bij de gracht. Nou ja, dat neem je mee naar binnen. Daar kun je niks aan doen. Met dit weer blijf je dweilen met de kraan open. Ja, dat gaat het er niet worden. Dus ja, bekijk het maar even. Misschien maandag wel. Ik weet niet wanneer ik daar aan toe kom. Maar in ieder geval, komt goed. En anders komt hij het wel tegen wat zei ik nou? Steven. Ja, maar oké, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet verder van je dag. Het regent hier nog steeds. En het regent, zover ik weet, ook in Den Haag. Dus het regent, denk ik, in heel Nederland. Nou, joehee, joehee. Gewoon genieten. En ga ik ook gewoon doen. Ik ga een vlog weer in elkaar zien te fratsen. En ik moet hem met de meisjes straks weer uit. Nou, ik denk dat dat wel een regenjas wordt die ik aan moet doen. Maar dat komt allemaal goed. En, ach ja. We genieten gewoon, hè? Rijke, die ligt zo lekker. En mijn grote meid, die ligt in de mand. Die ligt daar. Mijn grote meid. Hè? Ja, lieverte. Maar oké. Ik zou zeggen, lieve vrienden, gewoon genieten doe ik ook. En geniet ook lekker met ons mee. Lieve vrienden, zoals jullie zien, ik zie er niet uit. Nee. Maar ja, ik zie toch al niet. Vind er een hoop. Maar ja, wie ben ik en wie zijn die anderen? Toch?
Maar ik ga wel de regen in. Ja, het spoelt hier steeds. Dan moet je wel eventjes je ernaar kleden dat je een beetje fatsoenlijk droog kan blijven. Ja, dus vandaar deze vermomming. Yeah. Zou wel moeten, hè? Dus, maar het komt allemaal goed, lieve vrienden. Ik zou zeggen, gewoon hou vol goede moed.